We zijn als mens in staat geweest om een robot op een komeet te laten landen. Dat is natuurlijk ongelooflijk complex. En als mens hebben wij het unieke vermogen dat wij logica kunnen toepassen. Dat we wetenschappelijk kunnen redeneren. Maar als je gaat kijken naar de manier waarop wij alledaagse beslissingen nemen. De manier waarop bijvoorbeeld jullie klanten naar jullie bedrijf kijken. En of ze voor jullie gaan kiezen of een aankoopbeslissing voor jullie concurrent gaan. Daar speelt die rationaliteit maar een marginale rol. Ik denk als je een ondernemer bent, dan ben je ook een marketeer, dan ben je ook een verkoper. En je bent als mens continu bezig met het samenstellen van strategische pakketjes informatie over jouw waardepropositie. Je moet dus op de juiste manier in dat brein van die klant gaan landen. En wat je nu ziet is dat er een nieuwe discipline aan het ontstaan is die dit soort technieken, maar ook kennis van het brein gebruikt om dat proces te fine-tunen. Dankjewel.